Chili, Argentinië, 2009. Ja, Maus en ik die vertrokken op 29 januari 2009. Om in ieder geval een paar weekjes te gaan klimmen in Argentinië. En daarvoor had ik uitgekozen de hoogste berg van het Amerikaanse continent, de Aconcagua, van 6958 meter hoog. Nou, op de 29e januari toen vlogen wij vanaf Amsterdam, vanaf Schiphol naar Santiago in Chili, waar we de 30e aankwamen. Zijn we even een... van die Aconcagua beklimming. Toen kwamen de 30 staan in Santiago de Chili. En daar zijn we eigenlijk eerst even een buskaart wezen regelen om naar Mendoza te gaan. Want daar moet je de permits regelen voor de beklimming van de Aconcagua. Nou, daar gingen we beide alweer erg lekker de fout in. Als eerste toen dacht Maus van leuk zo'n visum, zo'n los papiertje wat je bij het paspoort krijgt op het vliegveld. Dus toen we in een hotelletje ingeboekt waren in Santiago, smeet hij het gelijk weg. Ja, toen gingen we buskaartjes halen naar Argentinië en daar heb je natuurlijk een visum voor nodig. Hoe kan er een nieuw visum geregeld worden als je die kwijt bent? Ja, via Interpol na het weekend. En het was net vrijdagmiddag, dus we zaten niet te wachten op zo'n vertraging voor de beklimming van onze mooie berg. Maar ja, heel toevallig, Maus dacht hier en daar heb ik wat weggegooid. Toevallig keek hij opzij in het kantoortje van het kersthuis waar we verbleven. En daar lag het toevallig. Dus met dat visum konden we alsnog snel een ticket halen voor de volgende morgen. Snel alle zaken herpakt en klaar voor de bus de volgende morgen. Nou, 's ochtends duiken we lekker de bus in. Of met de taxi naar de bus. En we laden de spullen uit en we willen inchecken in de bus. En wat heeft Ralf toen gedaan? Zijn paspoort met de tickets erin in zijn handen, naast hem op de bank in de taxi laten leggen. Ja, de taxi waar de 40.000 dezelfde van zijn. Dus nu zou ik op mijn beurt weer op maandag moeten wezen worden wachten om naar de ambassade te gaan. In ieder geval voor een nieuw paspoort, anders kom ik sowieso het land niet uit. Nou, heel toevallig, net waren we aan het wachten, nieuwe plannen maken, dat klimmen ging voorlopig weer niet door. Komt er iemand aangelopen? Hey, you Mr. Tuin, bus 22. Was die taxichauffeur zo vriendelijk geweest om daar het ticket af te geven, zodat we nog onderweg konden alsnog naar Mendoza in Argentinië. Nou, daar gingen we zo snel mogelijk een permit regelen om die berg te beklimmen. Kost ook een $330 per stuk, per persoon. En daarna inkopen doen. Nou, helaas geen adventure food maaltijden van die speciale expeditiemaaltijden, maar alleen maar knor in de Carrefour supermarkt, dus dat allemaal maar massaal ingeslagen. Nou, helaas, degige maaltijden kook je pas van boven de 4000 meter hoogte, die smaken dus echt voor een meter, dus op de bergen werd dat weinig vreten. Nou, we namen de bus nadat we alles klaar hadden vanaf Mendoza naar Puente del Inca op iets van 5500 meter 2550 meter hoogte. Daar nog een dagje gezeten. Ja, de spullen zo goed mogelijk bij elkaar klaargemaakt. Maar we konden niet zelf alles tillen. Waarop we een halve muilezel hebben gehuurd om de rest naar het basiskamp te brengen. En toen zijn wij zelf lekker trekkend 35 kilometer over 2 dagen wezen lopen naar het basiskamp. Plaza del Mulas op 4367 meter. Waar vandaan de echte... Ja, expeditie beklimming ging beginnen. Zo'n rugzak en hierheen. Zo'n rugzak. Zit met verkoudheid en hoeveel gewicht heb je mee? Hoeveel 3 kilo stop mee? Ja, je rugzak is er bij. 20 kilo, 22. Een zwaar voorraad en zoals. Dat is goed te doen. Bij was die 35. En het eerste aanzicht van de Aconcagua. Daar.
Stijl stuk hier. Ja, het eerste klimmetje. Best wel even stijl. Stoffig. Maar wat een uitzicht. Onwijs mooi. Laatste stuk hier zo verwacht ik dat het gemiddeld de hele berg op gaat.